Welkom allemaal bij Science by Stars en we bespreken vragen van stamboomonderzoek van het toelatingsexamen arts en dit is deel 4. Vraag 6 van augustus 2016. Onderstaande stambomen geven de overerving van de bloedgroepen bij twee families. In deze families komen ook individuen voor die lijden aan hemofilie en recessief X-gebonden erfelijke afwijking. Deze individuen zijn in de stamboom in het grijs aangeduid. Op een bepaald moment komt uit dat onmiddellijk na de geboorte een verwisseling van baby's is gebeurd. Over welke baby's gaat het? Baby 1 en 3, 2 en 5, 1 en 5 en 2 en 6. Twee belangrijke dingen die gegeven zijn, hemofilie en recessief X-gebonden erfelijke afwijking, en die gaan we coderen als volgt. De afwezigheid van hemofilie hier dominant met een grote H, de aanwezigheid van hemofilie met een kleine H, en beide zitten op het X-chromosoom. Het Y-chromosoom heeft dus geen allel voor hemofilie. Verder weten we, die bloedgroepen, dat zijn multiple allelen. Maar je gaat zien, als je hier met de bloedgroepen gaat werken, dat je hier niet ver mee komt, omdat je hier B en AB hebt, B en AB. En dan heb je in theorie alle mogelijkheden die we hier zien. We gaan het dus moeten doen met die hemofilie en daar gaan we eens mee starten. We zien allereerst hier een zieke moeder. Een zieke moeder kan alleen door de aanwezigheid van twee keer die recessieve hemofiliefactor. Dan hebben we een gezonde vader. Dat wil zeggen dat die vader hier één gezond X-chromosoom moet hebben. Hier zien we een gezonde moeder, maar die kan draagster zijn, dat weten we nog niet. Dus daar gaan we eventjes het tweede allel voor openlaten. En dan hebben we hier een zieke vader, die heeft dus een beschadigde X-chromosoom die de hemofilie draagt. Als we naar de kinderen gaan kijken hier van familie 1, dan zien we hier een zieke jongen. Die zieke jongen die moet die recessieve factor van de moeder gehad hebben en die ei heeft die van de vader gehad. Dat is mogelijk. En een ziek meisje, maar kijk hier, we hebben hier de moeder gehad een defecte X-chromosoom geven, maar die vader hier die kan alleen maar een gemaakte X-chromosoom geven. Dus uit deze familie zouden geen meisjes kunnen ontstaan die ziek zijn, aangezien dat die vader het geslacht gaat bepalen en dat die altijd een gezonde X gaat doorgeven. Dus we weten met zekerheid hier dat onze tweede persoon in familie 1, dat die verwisseld is met iemand in familie 2. Dan gaan we eens naar familie 2 kijken en we zien hier een zieke zoon. En dat is natuurlijk mogelijk. Die hebben een Y-chromosoom gehad van de vader. Dus het defecte X-chromosoom hier, dat moet van de moeder komen. We zitten hier voor de rest nog met twee dochters. En die dochtertjes, die hebben hier elk de X van de vader gehad. Dus een defecte X van de vader. En dan kunnen we eigenlijk alles mooi aanvullen. Deze is een gezonde jongen. Die heeft het gezonde X gekregen van de moeder. En dan hebben we hier een gezonde meisje. Die heeft ook die gezonde X gekregen van de moeder, maar we zitten hier met een ziek meisje en we zitten hier met een zieke jongen. Twee kindjes kunnen niet verwisseld zijn, er was maar sprake van één verwisseling, dus die moeder hier die moet een defecte X hebben. Als we dan eens gaan kijken naar wat er gebeurd kan zijn, deze vader kon enkel aanleiding geven tot een gezonde dochter. Aangezien dat er hier in die familie 2 slechts één gezonde dochter aanwezig is, kunnen we ervan uitgaan dat persoon 2 en persoon 5 met elkaar verwisseld zijn. Het enige juiste antwoord op vraag 6, baby 2 en 5 zijn verwisseld met elkaar. Vraag 9. Een mutatie autosomaal dominant in een bepaald gen ligt op de lange arm van chromosoom 9 en erft gekoppeld over met het ABO-bloedgroepsgen. Deze mutatie is zeldzaam en die veroorzaakt afwijkingen aan de nagels en de beenderen, vandaar de naam nagel-patella-syndroom of NPS. De zwarte inkleuring in onderstaande stamboom staat voor individuen met het NPS-fenotype. De bloedgroep is tevens in de stamboom aangegeven. Bepaalde mogelijke genotypes van de individuen van generatie 2, de tweede individu, en van generatie 3 het vijfde individu. Welk van de onderstaande combinaties van genotypen voor de twee individuen is mogelijk? En dan lijkt het een heel overweldigende vraag, maar het is gewoon veel tegelijkertijd. Je ziet hier dus de generatie 1, generatie 2, generatie 3. Dus dit is het eerste individu van generatie 1, het tweede, eerste individu van generatie 2, tweede individu van generatie 2. En dan zie je hierachter nog eens die bloedgroepen staan. Dus op zich valt het mee van informatie. We zien hier in het zwart de zieke en we zien in het wit de gezonde individuen. Je kan deze vraag op verschillende manieren oplossen, maar gevraagd is eigenlijk het genotype van deze twee personen, van persoon generatie 2, persoon 2, generatie 3, persoon 5. En dan kan je beter gewoon starten met de genotypes uit te zoeken aan de hand van dit kruisingsschema.
In het begin best geen rekening houden met die gekoppelde genen en gewoon eens eerst kijken hoe ver dat je zo al komt. Ik kan beginnen met het feit dat het een dominante aandoening is en dat dus iedereen die niet ziek is, dat die twee kleine C'tjes heeft. Deze persoon heeft twee kleine C'tjes, gaat dus altijd één kleine C aan het nageslacht geven, dat is al interessant. En ik weet dat alle zieke personen minstens één grote C hebben. Ik had net gezegd twee kleine C'tjes, interessant, dus ik weet hier dat de vader van dit koppeltje aan hun twee kinderen op zijn minst elk één kleine C heeft gegeven en daarmee weten we het ganse genotype voor de ziekte. Dan ga ik snel de volgende generatie kijken, deze heeft twee kleine C's, deze vader, dus elk van de kinderen heeft op zijn minst ook een kleine C en qua ziekte weten we het helemaal, buiten hier weten we het niet, maar daar moeten we meer informatie over zijn ouders hebben, over haar ouders hebben, excuseer, en dat hebben we niet. Dan voor de bloedgroep is het op zich simpel in het begin. Bloedgroep kan homozygoot zijn, bloedgroep kan heterozygoot zijn, maar ik kan altijd al één letter van alle bloedgroepen aanduiden, op uitzondering van twee, en dat is natuurlijk hier bloedgroep AB, die ken ik helemaal, en bloedgroep O, die ken ik ook helemaal. Interessant persoon is hier iemand met bloedgroep AB, die komt uit een moeder die A heeft en iemand hier die B heeft, terwijl er hier tezamen een kindje is met B en een dochter met bloedgroep A, en dan weet ik natuurlijk dat deze A alleen tevoorschijn kan komen uit een AO en uit deze B alleen uit een BO. En daarmee weet ik dus van heel deze tak van de stamboom alle bloedgroepen. Die andere kant van die stamboom die is wat ingewikkelder, maar we hebben hier gelukkig ook hier een dankbare zoon. Die heeft bloedgroep O, dat wil zeggen dat beide ouders hier bloedgroep O hebben. Nu weet ik alles buiten hier het genotype van mijn vijfde persoon in generatie 3. Ik weet namelijk niet of dat hij een B van de vader en een B van de moeder heeft gehad, of een B van één van de twee en dan een O van één van de twee. Is hij dus homozygoot of heterozygoot voor zijn bloedgroep? En om dat te weten ga ik rekening moeten houden met de gekoppelde genen. Dat zegt dat de ziekte samen overgeërfd wordt met de bloedgroep. En opnieuw heb ik hier een heel dankbaar persoon in die derde generatie zitten, want die persoon heeft voor beide is die homozygoot, dus we weten dat we één allele combinatie hebben, dat is de afwezigheid van de ziekte met bloedgroep O en nog eens de afwezigheid van de ziekte met bloedgroep O. Dus die twee combinaties die komen, één van de vader en één van de moeder, en die kan ik erbij zetten. Wat blijft er dan over voor de vader? Ja, dat is de aanwezigheid van de ziekte gecombineerd met bloedgroep B. En wat blijft over bij de moeder? De afwezigheid van de ziekte gecombineerd met bloedgroep B. En als ik dan ga kijken hier naar deze persoon, die heeft bloedgroep B gehad in combinatie met een kleine C. Dus die kan zijn bloedgroep B niet gehad hebben van de vader, want de vader gaat die bloedgroep B geven met een grote C, een aandoening met de nageltjes. Dus die grote B die is afkomstig van de moeder. Dus dan weten we met zekerheid dat hier de bloedgroep O afkomstig is van de vader. We weten dus het juiste antwoord, want we zien hier persoon 2 in generatie 2, die heeft O, B, C, C, terwijl hier de generatie 3, die heeft twee kleine C's en O, B. En dat zien we hier in antwoordmogelijkheid D. Het juiste antwoord voor vraag 9 is dus antwoord D. Vraag 3. Hemofilie A of bloederziekte wordt veroorzaakt door een recessief X-chromosomaal allel. Onderstaande afbeelding geeft de stamboom weer van een bepaalde familie. We zien hier dat persoon 9, die heeft hemofilie A. Van welke van de mannen uit de stamboom kan men met zekerheid worden gezegd dat zij de ziekte hebben? Een heel belangrijk gegeven is hier dat het recessief is en X-gebonden. En dat maakt dat we het zo kunnen gaan coderen. Heb je alleen kleine A'tjes, het is een recessieve aandoening, dan heb je hemofilie. Heb je één grote A of meerdere, dan heb je geen hemofilie, want geen hemofilie is dominant op wel hemofilie. Verder is het een X-gebonden aandoening, dus die gaat enkel op de X-chromosoom voorkomen. En dan zien we hier ons kruisingsschemaatje en dan zien we een aantal mannen. En daar kunnen we sowieso allemaal al een ei bij zetten. Die ei die heeft geen informatie over het al dan niet aanwezig zijn van een beschadigd hemofilie-gen. Dan weten we dat persoon 9 dat die ziek is. Die moet dus in het bezit zijn van twee beschadigde allelen. Die twee beschadigde allelen die komen van de moeder en van de vader. Dus die kunnen we gaan doorgeven naar boven. We zien hier dus de moeder die heeft minstens één beschadigd X-chromosoom. En de vader heeft ook een beschadigd X-chromosoom en een Y-chromosoom. Dat maakt dat we al zeker kunnen zijn dat meer de vader, nummertje 8, dat die ziek is. Want die heeft dus alleen maar beschadigde hemofilie-genen.
Dan gaan we eens even verder kijken. We zien dus dat die y, die moet afkomstig zijn hier van de vader, nummertje 6. Dus die beschadigde x, die komt hier van de mama. Maar dan is eigenlijk alle informatie op. Want we hebben hier die x opnieuw. Die x, die kan van de mama komen of die kan van de papa komen. Maar dat weten we niet met zekerheid. Ook als we hier naar de persoon 7 gaan kijken, die heeft een beschadigde x. Maar die beschadigde x, die kan voorkomen van de vader of van de moeder. Maar omdat we opnieuw geen informatie hebben over deze kant van de tak, kunnen we dat niet met zekerheid zeggen. En dat was de vraag, wie heeft met zekerheid hemofilie? Dat is hier onze persoon 8. Dus het antwoord op vraag 3, alleen man 8 heeft met zekerheid hemofilie A. Heb je nog vragen? Zet ze dan zeker in de comments. Alvast bedankt voor het luisteren.